Een hele goede middag allemaal. Welkom hier bij Dolfijnen in de Dolfijnen Delta. Mijn naam is Frans en ik sta hier voor het tekenhuisje. En ik ga je wat meer vertellen over een groep dieren die je leeft. En daarna gaan de collega's en ik de dieren ook even bijvragen, zodat jullie ook wat meer kunnen gaan laten zien. Deze dingen namelijk als schutkleuren. Zo valt de donkere weg als je van boven naar beneden kijkt ter de diepte van zee. En als je van onder naar boven kijkt, valt de witte buik weg ter de diepte van de lucht. Goedemiddag allemaal. Dan komen we bijna alle zee voor de hoofd die kan voorstellen. En dat betekent ook dat zij met een klein beetje geluk in deze soort iets vallen in onze eigen Noordzee. Ze leven in grote sociale groepen. En deze groepen kunnen samenkomen en zich ook weer opsplitsen. En dit is heel erg belangrijk voor de samenwerking. Denk hierbij aan het vallen van vissies eten, maar ook onze verdediging tegenover natuurlijke vijanden zoals haaien en orka's. De mannetjes die leven in mannengroepen en zij komen samen met de vrouwen om zich voor te planten. En de vrouwtjes die leven samen met een jongen en lijken ook gezamenlijk deze jongen groot te brengen. Nou, omdat wij hier twee jaar geleden hebben gekomen, hebben wij het afgelopen jaar na de geboorte van ons jongste dier James een gedragsonderzoek uitgevoerd. En hopen dan wat meer te weten te komen over hoe de verdeling in deze opvoeding nou precies te werk gaat. Okay. Ik noemde het net al eventjes, de haaien en de orka's zijn natuurlijk een vijand van deze dieren. Maar helaas is dat niet het enige. Want steeds meer dolfijnen en walvisachtigen worden in gevaar gebracht door het vervuilen van het milieu in de zee. Nou, het heeft zelfs al een naam gekregen. Milieuvervuiling is eigenlijk wel een algemeen onderwerp dat iedereen al weet, dat dat steeds slechter wordt en erger. Maar zelfs dit heeft een naam en het heet al de plastic soep. Maar het is best erg hier. Er zijn grote aantallen afval en plastic die in de zeebodem terechtkomen. En ze kunnen hier vast komen zitten en het inslikken. En het is ontzettend gevaarlijk en zelfs dodelijk voor deze dieren. Samen kunnen we er wel voor zorgen dat het minder wordt. Denk hierbij aan zo min mogelijk plastic afval gebruiken en dat wat we gebruiken her te gebruiken. Maar ook netjes ons afval te recyclen. En mocht je een dagje op het strand lopen en je ziet dingen liggen, neem het lekker mee en gooi het in je daarvoor bestemde afvalbakker. Nou, wij proberen ook bij te dragen door middel van wetenschappelijk onderzoek. En dat kunnen we heel erg goed doen door een groep dieren die je leeft. Zijn mannetjes, vrouwtjes, ouderen, maar ook heel veel jonge dieren. En het oudste dier, de oudste dolfijn van Dolfijnen, leeft hier voor mij in de hoofdbij. Haar naam is Ronnie en zij is alweer 51 jaar oud. En als je bedenkt dat tuinbouwdolfijnen zo'n 40 tot 45 jaar worden, dan heeft zij echt een behoorlijke leeftijd. En kan je er wel een beetje de oma van de groep noemen. Nou, het jongste dier James, ik noemde hem net al, hij is afgelopen 26 mei 1 jaar oud geworden. En hij zit hier voor mij ook in de hoofdbij met zijn moeder Roxy. En jonge kinderen blijven zo'n 2 tot 3 jaar melk bij hun moeder drinken. En na 6 tot 9 maanden krijgen ze ook interesse in kleine stukjes vis. Zo ook onze James. En hij eet al zo ongeveer zo'n 2 pond vis per dag. Nou, we doen nu verschillende trainingen. En als jonge dieren leren vis te eten, dan kunnen we beginnen met deze trainingen. De belangrijkste training is de gezondheidstraining. Maar jongeren kunnen ook heel veel leren door te spieken bij hun leefdolfijnen. Waaronder ook James. En hij heeft bijvoorbeeld al geleerd hoe hij op zijn rug moet gaan liggen. Met zijn staart uit het water moet zwaaien. En ook hoe hij mooie spoortjes kan maken samen met zijn moeder. Dus misschien als jullie straks bij Jeroen kijken, van collega Jeroen of bij Daniel, zal hij nog een spoortje maken. En ik zal je mijn collega's even voorstellen, want ze zijn allemaal ons land. Nou, Jeroen hier links van mij, daarnaast Daniel. Bij de camera staat Martijn, Demi bij de brug en we hebben Laura. Ik kom zo nog even bij jullie terug en geef ons onze presentatie. Ja.
over jouw leeftijd. Ja. Yeah.
eventjes bezig, dus u kunt ook nog heel even blijven kijken. En ik wens jullie alvast een hele fijne dag op het dolfinarium en graag tot